Een van de mede-organisatoren van Happen en Stappen. En dit wordt georganiseerd door de Almelopers. De Almelopers doen al een aantal jaren mee aan een Europa-run om geld in te zamelen voor de palliatieve zorg. En wij verzamelen geld in door acties op touw te zetten. En soms zijn dat chocoladeletters om te verkopen. Skierwasken hebben we al eens een keer verkocht. We verkopen altijd oliebollen. En dit jaar hebben we een nieuw evenement bedacht. Happen en Stappen. En dit evenement vindt plaats in het buurtschap Iplo Rectum. En het is de bedoeling dat er 10 kilometer wordt gewandeld. En tijdens de wandeling, om de 2 kilometer, wordt er iets lekkers aangeboden. En dat bestaat uit een lekker broodje met een lekkere salade erop. Een heerlijke soep. Een sapje krijgen ze onderweg. Bij de Sprokkelmaat is er een stappenbuffetje. En als ze weer terugkomen bij het Accruus, waar ook de start is, dan staat er nog een heerlijk toetje voor iedereen klaar. En we hopen dat het een geslaagd evenement wordt. En aan het weer ligt het niet, want het zonnetje schijnt en het is droog. Dus daar hebben we gewoon geluk mee. Er doen 150 deelnemers aan mee. En tot zover liep onze vergunning. Want we hadden eigenlijk nog wel veel meer deelnemers kunnen hebben. Maar goed, dat mocht helaas niet. Er stonden nog wel een aantal mensen op de reservelijst. Dus de mensen die zich netjes hebben afgemeld, daar konden we weer een vervanger voor inzetten. Dus zo blijft het aantal deelnemers wel op 150. Dank u wel. Graag gedaan.